It's like Vince can believe it. And the threes continue to rain down for the Jack Belice, el nigeriano. Él le tiene ya en ataque a Belice. Deja para Blainberg. Canasta. Y es de tres. Es triple. 17-12. Kane se queda con Blainberg. El belga en velocidad es muchísimo más rápido, pero que viene en defensa de nuevo. Blainberg taponando a Bel Haynes y es Pablo Almazán. Belga, y bueno, es un jugador grande, un 2-3 que puede funcionar. Vamos a ver, estamos viendo ya en ataque a ese Basi Manresa que ha movido el balón, pero se han cerrado muy bien. Primero, Marco. Lo que le da 6 de ventaja. Sergi García. Oriol Pauli, que viene el pase para Conor Morgan. Taponaron la acción. El belga al contraataque, Gleiberich. Pablo Almazán. Pepe Pozas para Blainberg. Jugón. Entre Pepe Pozas. O jogador que vinha na sua direção a tirar o seu adversário da frente e a converter 3 pontos. Ele ia enganar completamente o seu adversário direto e ia conseguir espaço para a armação também. E agora um excelente triplo aqui do lado contrário, mais uma vez aqui do para por perder a bola. E aqui também um passo muito arriscado de Albert Oliver, que termina em turnover e resulta em mais 2 pontos para a equipa do Betis e mais 2 pontos para o número 2. Verenz aqui com a bola na mão e não consegue subir. Boa defesa ali, Thomas Scrub. Dificuldades. Verenz lança de muito, muito longe e marca grande triplo aqui do jovem belga. Do Drovic, fazer aquela finta e muito bem roubo de bola de José Barbosa. A atacar agora ali o pintado e a falhar no ressalto ofensivo, Clifford. A montée de Noafogan que se prepara sur la chaise. Peut-être pour Liber, pour prendre de risques. Et Blainberg qui connecte de loin, de très loin là. Vandeneyde qui cross Llorente. Ah, ce serait très bien joué pour trouver Blainberg qui est de nouveau seul. Et qui marque 3 points. Kasper Augustijn, Kraan, die misschien ook nog een puntje meepikken, zou mooi zijn voor hem. Nu bij de bal, tot bij Blainberg leggen. Die dropt nog eens een bommetje, 108-69. De captain ook bij de Giants. Domin Lubri, ja, knap gedaan. En blokshot van Blainberg. De eerste bom van Frans Blainberg. En dan is hij Lubri kwijt, lijkt het, maar dan heeft hij dat enorme lengtevoordeel. Veeg en zo. Een foutje. Een goed blok van Blainberg. Krafontein heeft het moeilijk deze wedstrijd. Bal gaat inside richting Buijsgaard, maar daar zit Blainberg tussen. Goed verdedigd. Zag de pas aankomen. Afleggen naar de eerste helft en het maar 6 punten gezien, waarvan er nog 2 vrije worpen voor de Giants ook, hun enige 2 punten. En opnieuw een blok van Blainberg. Dat zijn er al 2. Blainberg gaat zelf en fantastisch binnen, Frans Blainberg. Dat is natuurlijk een manier om nummer 1 goed te maken. Erg. Tegen Dudzinski opnieuw op zijn linkerhand. Mist hem. Dan Badji, goede rebound, maar dan Frans Blainberg die nee zegt. Mooi blok. Ja, mooi blok van Blainberg. Heeft natuurlijk ook de quarantaine, althans dat vermoeden we. De Giants proberen hem uiteraard zo snel mogelijk speel klaar te krijgen. Terwijl we uit de time-out de inside play voor Badji zagen. Alors ici un pick and roll avec Blainberg qui passe et évidemment ça punit tout de suite. Ah, il est passé facilement dans le drive et puis évidemment une fois qu'il... Oui, 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 et c'est parti. Oui, ça forcément, si on oublie de faire la rotation... C'est beaucoup plus tôt qu'il faut l'arrêter. Hein. Branch, tot bij Van Fai. 3 secondes nog op de shot clock. Blainberg moet aanleggen en scoort uit een moeilijke positie. Frans Blainberg. De isolation loopt daar tegen 2 Oostenaren aan. Nema gezocht.
De Antwerpenaars hebben dus nog wel wat werk. Precies een week geleden, terwijl er een bom valt van Blijenberg. Daar beginnen ze. Three is good from the wing. Then Berek, I think that's his third three of the night. Blijenberg throwing the alley-oop. Oh, stuffed home by Ibrahimovic. Blijenberg lobs up another alley-oop. Same result. Right to foul five. Look to keep 100% records alive. These two look to lose 100% losing record. Again a steal. That time it's Brenz. Lambert. Falfay alley-oop. Makes Ludwig look so, so easy. Number 28. Грамотно, то есть он правильно прочитал, вывел мяч в зону соперника, но не стал форсировать атаку. А, Ильнинский обидный промах. Надо забивать. Спасает, тоже блокшот. Еще одна атака. Все-таки время заканчивается.